Hoi en welkom bij deze uitlegvideo over het gebruik van hoofdletters in de Nederlandse taal. Wanneer gebruik je nou een hoofdletter? Nou, een hoofdletter gebruik je natuurlijk aan het begin van een zin. Je ziet in Peter loopt over de straat dat Peter met een hoofdletter wordt geschreven. Heb je daarna een punt, dan begint er weer een nieuwe zin en moet je uiteraard weer beginnen met een hoofdletter. Heb je een zin, zoals in Maatje zegt, draai je de botjes om een deel wat er gezegd wordt? Dan heb je ook twee hoofdletters, namelijk aan het begin van een zin en na de dubbele punt. Maar let op, er zijn ook twee valkuilen. Heb je een woord wat begint met een apostrof S en staat hier aan het begin van een zin, dan schrijf je de S klein, maar de M schrijf je met een hoofdletter. Begint de zin met een getal, dan zal er geen hoofdletter zijn. Wanneer schrijf je nog meer hoofdletters? Nou, bij een naam bij een naam met de voornaam en de achternaam, maar als er een tussenvoegsel is, zoals hier een de, dan schrijf je die niet met een hoofdletter. Dan is het alleen Peter en Wit. Hetzelfde geldt bij Peter van der Ploeg. Van der is een tussenvoegsel en schrijf je niet met een hoofdletter. Maar als de voornaam ontbreekt, zoals bij de volgende Meneer van der Ploeg, dan schrijf je Meneer met een kleine letter, want dat is geen naam. Maar moet je tussenvoegsel, de eerste in ieder geval, van wel met een hoofdletter schrijven en ploeg omdat het een achternaam is. Heb je brederijnamen, één of twee delen, schrijf je die ook met een hoofdletter. Je schrijft ook een hoofdletter bij aardrijkskundige namen. En dat kunnen nog veel verschillende dingen zijn: bijvoorbeeld eh, landen, eh, maar ook provincies, steden. Eh, het kan ook zijn dat je een verwijzing naar een taal hebt, bijvoorbeeld een Engelse taal of Engelse drop. Je kunt de inwoner van een land, dat geldt voor mannen en vrouwen, zoals een Engelsman of een Duitser. Uh, plaatsnamen schrijf je met een hoofdletter. Uh, werelddelen schrijf je met een hoofdletter, maar ook rivieren schrijf je met een hoofdletter. Alles wat met aardrijkskunde te maken heeft, moet je dus met een hoofdletter schrijven. Maar dan schrijf je nog meer. Hoofdletters. Nou, bij sommige afkortingen moet je ook hoofdletters schrijven. Zo zie je hier de afkortingen van twee bedrijven, een televisiezender in dit geval en een verzekeringsmaatschappij. En die schrijf je dus ook met een hoofdletter. Je moet niet alle afkortingen met hoofdletters gaan schrijven, maar vooral die van namen. Het kan ook zijn dat je van politieke partijen een afkorting hebt, zoals SP of VVD. En die schrijf je dan ook met een hoofdletter. En Nederland is een landnaam en dat wordt afgekort met NL. Zo heeft elke land wel een afkorting en ook die schrijf je met een hoofdletter. Nou, wil jij deze video niet elke keer hoeven te kijken, dan vind je op meestertim.nl een fantastische post die jouw meester of juf goed kan afdrukken. En daar staat nog een keertje goed wanneer je een hoofdletter moet schrijven. Print hem uit, hang hem op in je klas en het schrijven van hoofdletters gaat echt nooit meer verkeerd. Heel veel succes daarbij!